Een goede avond allemaal en welkom bij de Jota. Ik ben Hekmans en we kassen vanavond een hele belangrijke match tussen de GP Boningen 5 Boys en Team Hontrash. Vanavond is er bij mij als co-caster Floris van ex-speler van Team Tiger, toch? Als ik het goed heb? Dat klopt. Kijk eens aan. En ja, zoals ik al zei, belangrijke match. Het is namelijk van groep D de tiebreaker match. De GP Boningen 5 Boys en Team Hontrash zijn... Ja, eigenlijk ongeslagen nog, wil ik zeggen, door hun hele poolfase heen gekomen. Ze hebben enkel tegen elkaar gelijk gespeeld in 1-1 match van een best of two. Dus wordt enorm uitgekeken naar deze match om toch eens te kijken wie uiteindelijk de beste is. Wie mag zich nummer 1 noemen van groep D in de preseason van de Dutch Dota League. Floris, wat denk jij wat er gaat gebeuren hier in deze match? Heb je al iets van dat je zoiets zegt van... Nou, misschien... Als het zo, dan dit. En als het zo, dan zo. Ik zie allebei de teams als goede contenders. De Boningen 5 Boys ben ik iets bekender mee. En ik heb het gevoel dat ze deze match kunnen pakken. Maar er is een stand-in geregeld. Die ook geen slechte speler is. Dus we kunnen van alles gaan zien. Ja. Aan de kant van Team Hontrash was wegens een vervelend... akkefietje wil ik niet zeggen. Maar een vervelende situatie hebben zij op het laatste moment een stand-in moeten regelen. Er werd eerst gepraat dat waarschijnlijk Pesseler zou zijn. Dat is uiteindelijk toch niet het geval. En wie dan nou is ingevallen, durf ik niet te zeggen. Weet jij welke van de vier personen dat het is? Want ik weet dat het Wes niet is. En... Random offlane is de standaard. Oké. En hij is een 6K-speler, geloof ik. Een 6K-speler, kijk eens aan. Dat is niet niks. Niet zomaar een stand-in. Nee, inderdaad. Dan heb je een goede stand-in. Dus het feit dat de GP Boningen 5 Boys dit dan wel hebben toegelaten, vind ik heel volwassen van ze. En ik hoop ook dat ze wel kunnen laten zien dat ze dat gewoon aan kunnen. Laten we snel naar de draft kijken, want we zien dat er weinig reserve time gebruikt wordt aan beide kanten. Of in ieder geval, de draft gaat redelijk snel. De Bounty en de Doom Ban, de Spectre Ban, de Lion Ban. Floris, vertel, wat is er aan de hand? Ik zie klassieke bands van de Doom en Bounty. Hoewel de Bounty helaas dat iets minder is. Dat de Lion al geband is in phase 1 vind ik wel opvallend. Misschien is het de conflict pick van Hontrash en reageert Makuki hierop. Maar dat is niet opvallend. Oké, want Makuki is de teamcaptain, zeg jij? Dat is de drafter, zie ik aan het kroontje. Ah ja, uiteraard. Wat mij opvalt is een first pick Earth Spirit. Dat is een held... Die, ja, als hij goed geutiliseerd wordt, toch wel een hele grote impact kan hebben in teamfights, maar ook in pick-offs en in ganks. Dus, hij is een beetje generfd met zijn kick, die nu veel te raken is, maar een goede speler kan hier nog wel goed mee omgaan. En een midlane gewoon winnen voor zijn midspeler. Ik weet niet wie de speler daarvan is op Team Hontrash. Nee, durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Twitch chat, helaas wordt de match van de Berkey Boys niet gecast. Ik zie dat hier heel wat ontevredenheid over is. Maar we hebben dat gedaan omdat we deze match wellicht toch net iets spannender vonden. Sowieso omdat het om de eerste tweede plek gaat. Dat voelt toch net wat... Ja, net iets spannender dan een tweede derde plek, denk ik. Mijn excuses als dat niet het geval is, als de hele Twitch chat liever de andere match heeft gezien. Maar keuzes zijn gemaakt, knopen zijn doorgehakt. Of hoe zeg je dat? Dus let's go with it. De Darkseer Ban, is dat... Dat is niet iets wat ik heel vaak zie. Ja, de Windranger, Darkseer en Slark zijn wel een beetje in de meta, maar ook niet als first pick, first ban material. Dus ze zullen waarschijnlijk een huiswerk gedaan hebben. En gekeken welke heroes de comfort pick zijn en daar gaan ze nu op aanpassen. Ik weet wel dat Hang een verschrikkelijk goede, als we het nu toch over offlaners hebben, ik zie Darkseer Ban, dat Hang een verschrikkelijk goede Tidehunter kan spelen. Maar ik snap de Darkseer samen met de Disruptor natuurlijk wel. Maar ja, er is ook een Beastmaster en die zie je toch meestal wel offlane, dus de Darkseer Ban vind ik hier dan erg vreemd. Beetje rare draft van Hontrash, ze zien de Beastmaster gepikt en ze gaan alsnog offlaners bannen. Misschien denken ze dat de Beastmaster ergens anders gaat staan. Of is er een solo safe lane en een aggressive try? Wie weet. Yes. Dus ik zie dat Pesseler trouwens in de Twitch chat is. Wellicht kan hij ons wat meer uitleggen via de Twitch chat. Wat er nou precies gebeurd is. Wat hem verteld is geworden. Waarom dat hij niet meer hoeft in te vallen. We zijn eigenlijk wel benieuwd hoe dat in zijn gang is gezet. Een Witch Doctor, ja, redelijk solide support aan de kant van Team Hontrash. En we zien de Disruptor trouwens aan de support van de Boningen 5 Boys. Wat zien we minder qua first pick support. Want
Ja, in deze meta en eigenlijk ook in de vorige meta was er voornamelijk Witch Doctor Lion als solide supports die als eerste gepikt worden. Maar ja, de Lion ligt er al uit, dus... Ja, de Lion ligt eruit en ik ben verbaasd dat Witch Doctor door twee bandfaces en een pickface heen is gekomen. En dat die alsnog opgepakt kan worden. Meestal is dat al first pick. En Disruptor, ja, het is een beetje nog steeds een underrated hero, vind ik. Die hero kan zoveel doen met alleen maar zijn glimps en zijn geweldige ult. En ook gewoon een lane securen voor een squishy farmer met je Thunderstrike. Ja. Sowieso, hij kan heel agressief spelen. En als je lane goed gaat, dan kan je Thunderstrike levelen. En dan komt de offlaner wellicht niet eens aan XP. Aan de andere kant, als je een Bare Ganking build gaat, dan ga je inderdaad die glimps levelen en die kinetic field. En ja, je ulti die is gewoon een geweldig goede skill. Als je een beetje gaat snowballen, samen met, ze gaan een beetje als een snowballstrat met Beastmaster, dan kun je gewoon non-stop blijven rennen naar tegenstanders en blijven glimpsen voor extra bonus skills. Ja. Moet de Disruptor wel aardig level zijn trouwens, want glimps heeft op low levels een redelijke cooldown. We zien hier trouwens de Earthshaker extra support. Dat betekent dus, je hebt de Beastmaster stun, je hebt Earthshaker met numerous stuns nu al. En heel wat teamfight. En heel wat long range initiation op deze manier. Dus ik ben wel benieuwd wat voor core scheepje Bouwingen 5 Boys gaat draaien in deze line-up. Dat de Earthshaker ook een beetje kan counteren pick is voor de roaming Earth Spirit. Stel er wat mid, vind ik lastig gevallen, dan kan de Earthshaker wat rotations maken. Nou, dat zal een safe... Een beetje oppassen. Dit zou een safe lane loan route, hè? De safe lane Tilikum loan droetje. Denk ik wel. Dat moet haast wel met de Beastmaster in het team. Dus dat is heel wat melee trouwens. Dus ik gok dat hier een ranged mid nog komt van de GP Bouwingen 5. Gewoon omdat ze dan iets minder kite-achtig worden. Want je hebt dan misschien wel een Earthshaker in je eigen team. Maar die Fisher kan ook nog wel eens vervelend zijn. Mocht je heel veel melee cores hebben. Je zit toch altijd een beetje om die Fisher heen te lopen. Ook al is het aan jouw team. Dus het is een beetje zoeken naar een goede hero die een focus aan kan op de melee. En Windrange is eruit en TP is eruit. Dus even zoeken hoor. Ja, kan Quop dat? Of kan wellicht Puck dat? Quop is meer iets tegen melee heroes, heb ik al het gevoel gehad. Puck, ja, ik weet niet hoe het Cookie en Puck speelt. Waarschijnlijk is het gewoon een comfort pick die ze nou van Cookie gaan pakken. Nou, ik ben wel benieuwd. En Team Huntress, ja, die missen nog hun... We zien dat Bouwingen Boys de Tidehunter bannen. Dus die denken dat er nog een offlaner mist. En die Earth Spirit dat die dan support slash roaming support is. Dat zou heel goed kunnen. Ze missen nog een duidelijke offlaner, ja. Tenzij de Earth Spirit gewoon heel al op zich gaan nemen. Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Earth Spirit offlane is niet heel ongekend. Met zijn escape in zijn rolling boulder. Kan die redelijk... agressief XP of agressief kan die XP pakken. En daar is de Puck inderdaad aan de kant van de GP Bouwingen. 3k insights, Floris. Bam! netjes. Ik heb nog nooit de Puck zien spelen, deze McCookie. Nee, ik ben benieuwd. Even kijken, Team Huntress, waar gaan zij dan voor? Of een offlaner. Of een andere roaming. Oh, wat hoop ik Clockwork te zien hier. Niet dat... Zou dat... Nee, is niet zo heel goed tegen de Disruptor. Tegen Urchiker is hij wel geweldig. Tegen Lone Druid, meh. Ben benieuwd. Wat voor... Er zijn al zoveel offlaners eruit nu trouwens. Je hebt de Lone Druid eruit, Beastmaster eruit, Darkseer is eruit, Void is eruit, Tidehunter is eruit. Nou goed, ze hebben nog dik 80 seconden om na te denken wat ze nog gaan pakken. Ik weet niet wat de interactie is tussen Puck en Clock. Hoe als je Puck countert, kan hij nog als een shitcaster? Snappen? Puck kan eruit komen met zijn Q. Oké. Die veel cast uit op. Nee, inderdaad. Ik denk wel dat hij eruit kan komen. Dus wat dat betreft zou het niet is het niet te handig om nou een Clockwork te pakken. Maar ik hou zo erg van de held en het kan zo'n mooie plays opleveren. Dat vind ik altijd een Clockwork in pro-matches. Dus wat nog meer Timbersaw zou kunnen, maar die is niet heel goed tegen de Disruptor en Puck vanwege de silences en al die stuns. Dus dat zie ik ook niet echt gebeuren. En dat Clock niet zo slecht kan zijn. Vooral met de buff op Blade Mail, we kunnen niet lekker YOLO spelen. Ja, dat is wel een ding. Maar goed, moet je wel de Blade Mail kunnen farmen. En tegen deze... Trilane... Slaughter. Helemaal vergeten. Slaughter. En dan zien we aan de kant van Team Huntress toch ook redelijk wat stunts. Ja, eigenlijk hebben alle vijfde helden wel iets van stunts in zich. Dus
wordt hier nog gepast. We zien dat een van de helden... Ja, kijk eens aan. We gaan even snel door de line-up heen van de GP3 Verswoning 5 boys. Aangezien ze toch nog gepast zijn. Kijk die sunstrike, jongens. Hoe mooi. De puck... Kun je meteen de item checken. Ja, precies. De de puck... Waar is puck? P-shift team? Ik zie... Oh, wacht, daar is hij. Hey, door het licht, excuseer. De puck wordt gespeeld inderdaad door Makuki. Ik denk dat safe lane player Tilikum... Oh, in dit geval alleen Tilikum, die pakt de lone druid op zich. En even kijken, Hank inderdaad op de offlane Beastmaster met schitterend mooie set al. Vind ik de Hanekam op Beastmaster net wat mooier, Hank, helaas. Earthshaker wordt gespeeld door... waar is het? Oh, daar. Door Daiko Gaming. En dan hebben we nog Zixion op de tweede support, dus Raptor. Yes. Aan de andere kant dan, aan de Dire. We hebben een, waarschijnlijk een mooie dual lane met Zeitgeist op de Sven en random offlane de stand-in op de Witch Doctor, die meteen DP't en waarschijnlijk een ward gaat plaatsen. Midlane wordt opgepakt door West zoals altijd, dit keer op Invoker. Een Earth Spirit die waarschijnlijk in de Rome wordt gespeeld door Corpool what the fuck. En Fuckboy, dat waarschijnlijk niet zijn echte teamnaam is, is de Slapper. Ja, inderdaad. We zien een Orb of Venom first op de Earth Spirit. Dat maakt zijn game potential inderdaad wel net wat sterker. Dat ben ik altijd ja, wel samen fan met van. Die Rolling Bolt, dat doet dat zoveel slow samen. Ja, het is maar 12%, maar ja, tel dat maar eens inderdaad bij elkaar op. En die 12% die maakt ze van 300 toch net weer 270. En dat is genoeg om ja, net wat meer last hits af te krijgen. Dus, De Golf heeft zelf al 80% slow. Dus. Even waarschijnlijk kijken. Gaat hij inderdaad middelstig vallen met die rol. Twee aggressive wards al geplaatst door de Dire. Allebei redelijk snel geplaatst, ook niet gezien geworden. Oh, kunnen ze... Oeh, het zou vet zijn als ze hier de Slaughter hadden kunnen blokken met die Bear, maar... Het zou natuurlijk nooit gelukt zijn. Slaughter, sprint first. Dat is op zich best sprint goed geleveld. Ja. Ik had ik weet niet of het de fijnste skill is om te hebben, want... De escape kun je ook krijgen van je crush, maar daar neem je geen bonus damage van. Ja, maar ja... Ja, ik zou sowieso, zolang ik niks gebruik heb, Slaughter altijd nog open hebben laten. Beetje impuls. Terug voor de groen. Gebruik daarvoor orb. Ja, een beetje wat mana kwijt. Maar ja, hij is gebufft, de orb. Dus die kost minder nu in het begin. Nee. Mana. De Earthspirit staat er klaar. Ja, ja, ik ben benieuwd of die hier wat... Hank begint in de jungle. Dit is een dedicated Beastmaster jungle. Wauw. Doen ze gewoon de offlane af weggeven daar. Het werkt, maar ik weet niet of het het waard is om de offlane gewoon te ditchen hiervoor. Volgens mij is deze ward trouwens wel gespot door die Earth Spirit. Oh, Earthshaker, stun op mid. Ja, die heeft zichzelf mid geparkeerd. Doet even wat damage en die gaat waarschijnlijk weg. Ja, apart play daar. Je moet rollen op een cookie. Maar hij heeft gewoon orb, dus waarschijnlijk gebeurt er niet veel. Nee. En West is nog level 1. Maar ja, geen cold snap. Maar Cookie moet wel gaan oppassen hier, want niet heel veel HP heeft hij. Hij heeft ook nog maar één tango. En, blijft niks om te spelen. Redelijk nog wel wat gold heeft hij nodig voor zijn bottle. Ja, eigenlijk als hij orb gebruikt, dan is het het grootste risico. Oh, Beastmaster? Hier, de Beastmaster. Die is wat XP aan het jatten. Ja, niet heel dom hoor. Ik weet niet of Hank het door heeft dat hij niet zoveel XP krijgt als hij hoort te krijgen. Denk het niet. Denk je van wel dat hij dat voelt? Nou, ik zie geen pings of reacties, dus ik denk dat hij het niet door heeft. Een echte pro player had het misschien wel geweten, maar... Ja. Nou, de tire safe lane is lekker rustig. Kan de Witch Doctor zelfs ook nog gaan roven. Sowieso een redelijk rustige match. We zien Zeitgeist op de Sven ook bovenaan nog de last hit chart staan. Oh, nog een rol op ik mid. Heb weer een orb klaar, maar hij gebruikt hem nog niet. A gift from the Tempest of Battle. Puck out! Dat was een face in. Ja. Dat is echt een mini face. Oh, maar de Invis groen Witch Doctor. Er staat een sentry klaar. Hij heeft hem gezien. Hij heeft hem gezien nu. Hij heeft alleen... Waarom koopt hij zijn bottle niet? Bottle is nu al te kopen, Puck. Kost geen 6,60 meer. Wel, het kost wel 6,60. Ja? Ja. Yep. Oh, hè. Orb is cooldown. En dat is de first blood door West met een hele mooie sunstrike op mid. Dat is het gevaar van opgebruik om te vangen. En daar is hij waarschijnlijk wel een kant. Dat dan weer wel.
Radiant's middle tower is under attack. Wel een counterkill, maar de first blood gaat naar Wes op de Invoker. En dat is wel iets wat hij natuurlijk heel graag heeft. Oh, Kaskid. En dit is nog een kill op Hank, omdat zijn boor naast hem liep. Mooie change dan. Mooie change inderdaad. Niet de Ik had nog zijn bottle gekocht, dus hij heeft niet zoveel geld verloren. En waarschijnlijk heeft hij een TP drop gekregen van een ally. Die is niet zoveel verloren. Het geld ging naar de Invoker, dus dat is wel een mooie boost voor hem. Indeed, indeed. Even kijken, wat zien we op de safe lane? Double stun hier van de Sladar. Ja, de Dire kan hier niet echt killen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. En tot Zixion daar nog zijn Thunderstrike gooien, dat vond ik misschien een beetje een waste of mana. Wat we moeten in de gaten houden. Oh, dat rol op Zixion alweer. En met de Sunstrike is dat een kill. Kinetic Field gaat je niet redden. Het is wel een mooie combo, de 80% slow into een secure Sunstrike kill. Ja, dat is heel slim inderdaad. Dat hebben ze vaker gespeeld. Ja, zo lijkt het wel op. Kijk, Hank gaat hier weer voor, gaat hier voor de rune. Moet hier oppassen dat hij niet gecoconut wordt weer. Pitchok heeft zijn tent al opgezet bij de rune. Want een haste. Oh, dat is een haste? Oh, maar... De Melodict? Hij is naar mijn level 1. Hij heeft Melodict level 2 geleveld. Dat moet een duur kosten, want dat was voor mij geweest. Hij heeft de kant Oei, oei, oei. Maar geen XP aan de kant van Team Huntress daar. Dus wat dat betreft... Oh, wat dat betreft... toch een win, denk ik, voor de Beastmaster. Ik denk dat er meer bounces hem kunnen redden. Met een rol, altijd net. Oh, een hele goede dodge van Puck. Dodge naar de silence. En dan kan hij nog steeds orben. Ja, er is toch niet echt een stun, behalve... ja, de instant rock en... concept. Als je gewoon je orb spamt, dan kan er in principe niet van misgaan. Deze Earth Spirit is... zorgt voor heel veel ruimte op de, of op de heel veel ruimte. Hij is heel actief aan het roamen en dat maakt hem natuurlijk wel heel gevaarlijk. Een beetje 3 tegen 3 op mid nu. Orb is gebruikt. Nou, dan moet Makuki oppassen hoor, 8 seconden. Hier komt de stun. Daar gaat het, dezelfde combinatie. Hij dodgt de rol. Orb is op cooldown nog steeds, dus waarschijnlijk gaat hij het dood met een counterkill. Krijgen ze nog een kill? Krijgen ze misschien de Witch Doctor te pakken? Hij heeft geen heal. Hank heeft er nog geen ult. Nee, Hank is pas level 4. Ik denk niet dat hij stoppen. Wellicht dat een glimpse nog had kunnen werken op de Witch Doctor, maar ja, was dat slim geweest, had hij ook geen mana meer gehad voor iets anders, dus... Ik zit nog maar level 1. Zixion. Initiation. Ik had de glimpse. Kick van Messi. Oeh. Messi, dat is geen Messi. Jammer, jammer, jammer. Zo overleeft Zixion net. Dat was wel een redelijk dure investment aan de kant van de Dire. Mana en heroes. Ik denk niet dat dat een probleem is voor hun. Het is gewoon, we willen onze invoker en onze Sven zo groot mogelijk krijgen en dan lopen we daar achteraan. Ja, want Sven die heeft ondertussen al threads en 800 gold in de bank. Dus dat wordt dadelijk, ik denk een Helm of the Dominator die gaat rushen, zoals we het zo vaak zien. Ja, opvallend dat hij zijn threads alvast af heeft gemaakt, ook al is hij niet aan het vechten. In plaats van dat hij gewoon lekker gaat farmen en stacken. Ja, hij heeft al zijn Greater Cleave flink gemaxed, dus hij gaat lekker farmen. Wat we zien aan de kant van de safe lane op de Radiant is dat de Spirit Bear ondertussen een Gloves of Haste heeft. Dus ik gok dat dat een Midas Rush gaat worden. Ja, natuurlijk kan die Rush al vaker een Midas op LD. Dus kijken of, dat dan, of ze daarmee de farm kunnen rechttrekken aan de kant van de Radiant. Want ik heb nu een beetje het gevoel dat Dire... Komt een gank aan? Damage roll is er nog. Dus als hij die op 2 heroes krijgt, dan waarschijnlijk overleeft hij dit wel. Niet gedodged. En er is nog een crush. Nog een stun. Hij is in bear form, dus hij is redelijk tanky. Ja, ja de slow. Hij, hij heeft zijn battle cry gecast in plaats van zijn rabbit. Ah, je was ik weet niet wat daar de beste keus was. Ja, je moet voor de armor gaan of voor de movement speed. Hij had niet de mana genoeg om ze allebei te casten. Dat is jammer. Ja, en dat is weer een rotation trouwens van de Earth Spirit. Ja, maar nu dan op mid. Hele goede visser. Krijgen ze dan West neer. Hij heeft geen invis, want hij heeft geen de coconut! En daar is... ik hoorde er een schoonstum. Oh, maar die werd teruggeglimst. Oké. Dat was een tipie van de toplane. Die meteen geklimst werd. Dat is op zich best prima. Toch jammer dat daar de Earthshaker neergaat, maar een trade well played. Goeie trade voor de Radiant. Voor de Radiant dan inderdaad.
Tidicum zit wel terug in de lane. Heeft alleen nog geen bear voor 40 seconden. Is die dan twee keer dood gegaan, die bear? Er was een casual reset omdat zijn beer laag HP was, maar toen was hij gekilled, dus dan gaat zijn beer ook dood. Kan je de beer trouwens niet sinds een paar patches terug dat je die een TP kan laten kopen naar base en dan recall? Dat kan, maar ik weet niet of dat het waard is. Oh, maar een TP kost maar 50 tegenwoordig. Ja, hè, dus. Hij is nu heel goedkoop, dus misschien is dat wel een strat die je kan doen. Ik heb het wel vaker gezien, dus... Ja. Ik ben niet een geoefende LD player. Ja, ik hoor niet hoor. Dus, oh, Zixion hier. Nou, krijgt daar de slaadaar geklimst, waardoor hij het zelf overleeft. Dus, ik heb het idee dat Team Huntress op het moment gevaarlijker is. Sowieso met Rotating Earth Spirit. Die trouwens nou heel even mid staat. Want die is denk ik wat XP in te vergaren. Want Westus kiest er dan voor om even snel de jungle in te gaan met Double Forge Spirits. Hij heeft zijn Midas af, dus hij zoekt even een grote kip op. Ja, qua last hits zien we Sven toch wel bovenaan staan op het moment. Ja, die heeft een complete lege lane gehad. Hij is inderdaad nu ook voor de Helm of Iron Will gegaan, voor de Dominator. Nog geen agents gestekt hoor. Maar hij heeft nog superveel gold, waarom maakt hij nou zijn Dominator niet af? Sven. Wat is de plan? Gaat hij armlet rushen of... Misschien heeft hij er gewoon geen zin in. I don't know. Misschien gaat hij voor de Blink. Goede keuze zijn. Blink zou ook niet heel verkeerd zijn, maar... Dan zou je als value item de lifestyle hebben gekocht om mee te jungelen. In plaats van... Ja, hij gaat inderdaad armlet. Ja, hij heeft zijn glove en zijn blades of attack gekocht. Smoke rotation. Gaan ze naar mid? Misschien wel, misschien niet. West spot hier de puck. Volgens mij net niet, net wel. Ik staat hier wel risico. Bijvoorbeeld, maar ik denk niet dat ze door wat hier daar staat. De stack is gespot dan. Sixion is hier. Sixion. Nee, wat de Sunstrike is raak. Ik pak nog een glimpse, maar dat is... Ja, die glimpse was niet veel waard. Tilke moet hier wel oppassen, want er zijn er nog steeds drie nu op bottom. Als Earthshaker moet hier goed opletten of hier een fatsoenlijke visser kan afkrijgen. Mocht hier geïnitiate worden om het een beetje te blokkeren. Ik denk dat ze onder de toren blijven staan. Puck heeft een Invis-groen, heeft de double null tally, dus ik gok dat dat een veel first wordt. Dat zien we de laatste tijd best veel. Hey. Die heb ik nog nooit gehoord. Hank heeft nog geen tipi, die moet even snel halen. Waarop de bottom gevochten wordt. Want hij heeft de ult klaar. Ja, dat is misschien wel erg belangrijk. We zien hem ook. Loopt hij hier? Loopt hij hier? Ja, hij loopt hier naar de tipi. De beer is sterk genoeg om dit te overleven. En daar is Hank, daar is de glimpse. Dat was zelfs met een battle cry. Oh! Hey! Clipsels, niet ver. Cookie gaat voor de play. Coil. Oh, Cookie, je John te vroeg. Nee, John te vroeg. Hij was te gierig. Nu kan misschien de van mijn coil komen. Maar Cookie is gesilent. Double stun van de Sven. Die heeft zijn ult gepopt. Er is nog een ult van Puck. Het is niet genoeg damage. De controle is er, maar de damage is er niet. Root daar. Hele mooie root. Visser over 1 seconde. Double visser nu. Of gaan ze hier voor de snipe op Sladar? De armlet is trouwens af, dus ze willen heel graag mee. Een mist ze van Sladar. Daar gaat hij dood voor. Dat denk ik ook wel. Alhoewel, hij is tering snel. Hij is echt als een eigenlijk Puck heeft geen mana meer. Dat was brutaal. Fuckboy. Hij komt ermee weg zelfs. What a fight. Dat was een 1-1 volgens mij in de fight recap. Value witlees daar. Ja, wat Sven daar trouwens heel goed deed was echt mooie armlet toggles, waardoor hij een visser overleefde en van alles, dus netjes. En Hank heeft hij nou wel of niet getypeerd, of is hij teruggeglimst? Hij was getypeerd en waarschijnlijk meteen geglimst. Ja, dat is zijn team. Yes. Hij is gewoon teruggelopen. Hij heeft zijn rol niet kunnen gebruiken. Het was een beetje een chaotische fight door de bosjes heen. Ja, heeft hij al... hij zit redelijk ver van zijn eerste necroboek. Zodra dat hij die heeft, kan die helden Witzok er misschien wel gaan focussen. Alhoewel, hij wordt hier nou gestunt. Nog een keer gestunt. Daar is Makuki, is er. Hij heeft ook Amlet. Oh, maar daar is ook de Earth Spirit TP in een rol. Het is een secured kill. Ik weet niet of je daar je ult voor gebruiken. 80 seconden is best veel op een cooldown. Ja, dat is ook wel zo. Als dat betekent dat hij tot leven komt, dat we nog 50 seconden moeten wachten. Zonder de Earth Spirit was er misschien een mogelijkheid om te ontsnappen. En Makuki kwam aan voor de hulp, maar het was te laat. Zo spät.
Ziet er naar uit inderdaad, als we even kijken naar de XP graph, dat er nu een 4k lead is voor de Dire en 3k gold lead ook voor de Dire, voor Team Huntress. Ja. Dus die zijn, wat dat betreft hebben ze de match volgens mij wel redelijk goed in de hand. Ancients zijn nog niet gestacked. Aan de kant van de Radiant trouwens ook nog niet echt stacked, ik zie hier een jungle stack, maar... Ik weet niet of je hier alsnog voor de Dominator wil gaan of niet door wil bouwen naar Blink of Witch Doctor, die krijgt hier een double stun af. Goeie split, dat wel. Zijn ult is cooldown, maar Cookie wil helpen, ik weet niet of dat de beste keuze is. Hij heeft Coil, Silence. Oh, hele mooie ulti daar van Zixion, maar de Witch Doctor staat op een schitterend goede plek om te blijven channelen. Hij werd daar direct gestunt en ik kon geen spel afkrijgen, de Puck. Een Daigo Gaming kiest voor de Fissure naar het noorden om daar de Sven proberen te pakken. Maar... Het is een beetje een ongemakkelijke positie nu voor Daigo. Ik denk dat hier wel een kill komt nog op de Earth Spirit, dat dan weer wel. Die rechter kunnen net kill. Het is een strike. Die is mis. Ja, ik zag hem niet echt... Onder de tier 2 van de Radiant. Ah, okay. Staat te chillen halverwege de toren. Ja. Radiant's middle tower. Dat is drum Fort Spirits Invoker voor je. Ja, inderdaad. Midas drum richting de Jules nu aan het bouwen, zo te zien. Ja, denk het ook. We kijken, Tilikum. Tilikum heeft wel ondertussen zijn Hand of Midas. En als we gaan kijken naar de Netword van Helden, dan zien we dat Invoker toch wel ver bovenaan staat met meer dan 1000 Netword, meer dan hoogste van het Radiant team. En dat is Tilikum inderdaad, dat de loon groeit. Het gaat nog even duren voordat hij zijn Sacred Relic heeft. En nog een tijdje voordat hij zijn Radiant zag. Oh, hij wordt nu gestunt. Initiation. En een Sunstrike, ja, dat is een kill, denk ik. Oh, heel veel damage van de Puck hier. Dat is 1 kill, 2 kills, dubbel kill van Puck, kan die goed gebruiken. Is nog maar 700 gold verwijderd van zijn... Bonus kill. Oh, bonus kill, 3 kills in maar. Oh, hij heeft al een Shadow Amulet. Oh, hij heeft een Shadow Amulet. Zien ze hem hier? Ja, daar is een 7-3. En dat is... oh, dus Raptor pakt hij wel de kill. Is ook wel fijn voor hem natuurlijk. Heeft hij wat gold in de pocket om wat support items te kopen. En wellicht, ik denk mana boots is hier wel op zijn plek. Ja, Arcane zal wel fijn zijn. Vooral met de mana problemen die Urshaker zeker wel eens heeft. Ja, die heeft ook al zijn eigen Arcanes. En Puck is natuurlijk ook wel fijn als er iemand... vindt het ook wel fijn als iemand naast haar zit met wat extra mana. Koopt hier ook dan zijn Arcane boots. Puck is heel dicht bij zijn blink. Ook. Ja. Of de blink, wie weet het. Dire's bottom tower is under attack. Marabouts? Ja, Marabouts. Puck kan weer jaunten met zijn orb. Dus even kijken. Dat was een... dan mag safe lane player Tilikum wel neergaan. Maar ik neem aan dat die fight toch wel heel erg in favor was voor de GP Banningen 5 boys. Een 3 voor 1. We zien dan ook dat van de 5000 XP lead dat die teruggezakt is naar... Radiant's top tower is under vier. Attack. Ja, rond de 4. Dus... Dan heeft zijn blik nu af, in plaats van een Dominator. Maar goed, ik ben benieuwd wat hij verder gaat bouwen. Hij is enorm tanky al, en nu ook best wel mobile met die blink. Dus erg gevaarlijk. Ik denk dat Sven nou wel weer een teamfight heeft, hij is ook level 11. Hij kan het wel doorfarmen, dat kan hij natuurlijk ook heel snel. Maar ik denk dat er wellicht tijd is voor Team Huntress om iets te forcen. Nou, dit zijn je power spikes die je eigenlijk wil pakken, om een timed fight mee te doen. En als je nou zou farmen met die blinkdekker in je inventory, dan zou het een beetje verspild gold zijn. Maar ze zoeken ook een fight op bottom. Oh, blink op slaller. Dubbel blink hier, dat is een dubbel stun. Tilikum is heel snel neer, is niet tanky genoeg. Hier een hele mooie ulti van de Disruptor. Dat is een turn. Daigo heeft ult. Een hele mooie Earthshaker ulti. De glimmer is af op slaller. Hier komt de stun van de Earth Spirit. Vier man nu bottom tegen twee supports. Dit is erg gevaarlijk voor de Radiant. Witch Doctor ulti swift. Wordt teruggeglimst, dat kan nog een kill zijn. Waar is de rug? Die staat in mist, jongen. Radiant's bottom tower. Ai. Te laat hier, helaas. Misschien nog een bonus kill. Druk met de clean-up. Helaas dat hij al dood is, maar hij heeft nog wat kills uit kunnen halen. Misschien wellicht nog een extra kill. Want Puck heeft zijn blink, hij kan geen chasen. Ja, zoveel is ook van cooldown. Ik zou voor de Witch Doctor gegaan zijn. Iets squishier. En hij heeft nog een rol de Earth Spirit. Alhoewel. De turn, de silence, hij rolt weg. Cookie! Wauw, wat een turn. Ai. Ik was daar waarschijnlijk ook voor de Witch Doctor gegaan, want daar hadden ze gewoon vision op, want er stond hier al een hele lange tijd een ward. Slug, Hank die neemt hier het beste van en claimt de toren met zijn level 1 necro. Ja, dat is ook wel iets wat gedaan moet worden natuurlijk. Als je zo'n fight verliest, dan moet er wel iets voor terugkomen van je team, want dat soort... Wordt er te veel gesnowballed aan de kant van Team Huntress.
Maar het is goed te doen met je Beast Max. Ja, ja, precies. En heel goed van Wes ook dat hij daar vanuit mid toch nog naar bottom komt gelopen. Omdat hij inziet dat er wellicht nog gechased gaat worden door de puck. En dan, ja, ze er nog zo'n kill uithaalt. Chapeau. Er wordt getrommeld voor de bottom toren. Ondertussen met 4 charges. Oh, je moet je oppassen, hij wordt geblinkstemd. De visser om daar West weg te krijgen, maar hier is de Sunstrike, wordt verdeeld op de creeps. En maar ja, Slada mept ook gewoon helemaal naar de klote. En voor elkaar krijg je de last zit op de toren. Oh, de Blink is een cooldown verslag, dat is een stun. Antwoord daarvoor. 3-man ulti van Puck. Met een 3-man stun. Hier komt de Ebola van de Earth Spirit. Ai, ai, ai. Een Witchdoctor is daar heel lang een challenge, maar Cookie die gaat hier denk ik wel neer. Ja, ja, ja. Dat is een 4 voor 1, want Earth Spirit overleeft het portfolio met nog maar 40 HP denk ik op dat moment. Ja, weer een erg goede match van Team Huntress. Fight moet ik eerder zeggen dan een match. Ja, dus, het zijn mooie plays van Puck, maar er is net niet genoeg damage om de kills af te maken. En daardoor verliezen ze telkens net de fight. Ja, en ik denk ook dat dat komt omdat Tilikum zo vaak gegankt is met dat hij inderdaad nog steeds niet zijn Radiance heeft. Want als hij in zijn teamfight rondrent de hele tijd, dan is dat precies die damage wat je nodig hebt om... Ja, ik denk het ook. En ook de mischance trouwens. Erg groot effect natuurlijk tegen een team wat... met Invoker rightclicks en Sven rightclicks toch wel heel veel damage kan doen. De teamfighter is neer en Huntress wil hier een Roshan oppakken. Dat kan makkelijk met de armlet of zo. Easy, easy inderdaad. En de lag dat hier die gespamd wordt. Sven level 13 nu, 1700 gold in de bag, overclocked about, gaat hier voor een BKB. Insta smoke uit Royce is gezien door de ward van de Radiant, dus dat wordt uitgepinkt. Ik denk dat het een Echo Saber is, die overclub. Ja, denk je dat hij voor Echo Saber first gaat? Ja, dat is echt een value pick-up voor die Sven. Ja, dat is ook wel zo. Aangezien je die later toch ook wel kan ombouwen, mocht je dat willen. Wordt gescand. Werkt dat op smoke? Ja, hè? Scan gebruikt op de Radiant, die heeft de smoke gezien. Nee, maar de smoke was sowieso gespot hier, hè, met die ward. Dus we zien dat de Radiant echt defensief staat. Weten Daya nu dat die smoke gespot is, dan weten ze ook dat vision was, die ward. Maar de smoke is expired ondertussen. Ik denk dat die gefarmd gaat worden. Sven mag de stack hebben. Dat zal even kijken. 3 seconden gooi ik. 1, 2, 3. Nou, hij heeft zijn stun niet gegooid. Ik gokte dat hij misschien een stun zou gooien voor de extra sneller. Hij hoort je. Ja, ik kan nou echt niet de 3 seconden farmen hoor. Er is een Mac gekocht op Earth Spirit, dus die gaat full support. Ja, die heeft nu Mac Arcane Boots, dus dat zullen waarschijnlijk de Guardian Greaves gaan worden. En we zien wel dat Beastmasters een level 2 Necro haalt. Is toch wel tamelijk laat na de level 1 Necro. Maar hij is dan ook volgens mij 1 of 2 keer achter elkaar doodgegaan in teamfights. Dus... ja, het is niet echt makkelijk te farmen met al die druk van de hondruis. Nee. Rare plekjes vinden, zoals de offlane camp en zo, om zijn geld te krijgen. Ja, Witch Doctor heeft zijn point booster gekocht, is redelijk overtuigd van het feit dat ze voorstaan. En rust dan nu ook zijn Aghanims. Heeft 2 components nu af. Dus halverwege Aghanims en Slaughter heeft een ogerclub mogen kopen naast zijn Blink en Threads en ja goed, de Windlace. Wat gaat dat worden? Ik denk ook een Armlet of een BKB wellicht, dat hij kan blijven doorbeuken. En Invoker heeft in deze korte, of in deze rustige periode zonder fights, heeft hij een Aghanims mogen bemachtigen. En dat zorgt ervoor dat Invoker met zijn bijna 1200 gold net worth ver bovenaan staat aan de lijst. En nu dat toch wel echt gevaarlijk is. Die Midas is flink uit aan het betalen nu. Ik ben benieuwd of de Axe of Witchlock de beste keuze is, aangezien KP voor Pounding 5 Boys heel veel stuns en silences hebben. Waarschijnlijk is er wel iemand gierig genoeg om snel zijn ult te stunnen. Misschien had hij beter voor BKB of whatever kunnen gaan. We zien ook dat Invoker in deze fase van de match toch al een 550 gold per minute heeft. Wat normaal krijg je een enorme surge qua gold per minute zodra dat je items hebt om enorm snel mee te farmen. Dus, ik denk dat het ook veel kills is en tower losses die ook gekregen heeft. Ja, ja, hij is 3-1-10 staat hij. Oh, de vogel wordt neergezet. Ja, het feit dat Sven daar blinkt op de bird vertelt natuurlijk ook dat daar waarschijnlijk het hele team achter staat. En we zien de Radiant nu ook verstandig terugtrekken. Want geïnitieerd worden door het andere team wat voor staat, dat denk ik niet dat je kan hebben. Zeker met deze line-up. Je hebt een Earthshaker
en een Disruptor en een Puck. Alle drie toch wel helden die eigenlijk ja, wel kunnen initiëren, maar extreem goed zijn in het disrupten van een initiation. Dus, ik ben dus inderdaad voor de BKB gegaan en niet voor de Echo Saber. Ja, verstandig hoor, tegen de Earthshaker Disruptor. Ja, hij respecteert alle control die de GP Burning Fireboys hebben. Oh, en de Puck trouwens ook. Dyer's bottom tower is under attack. We gaan nu ook voor de BKB, gok ik. De hak wordt gesniped. Ik zag het, hartstikke mooi. Die vision is wel erg belangrijk om te draaien. Dyer's bottom tower is under attack. En ik denk dat deze toren al neer kan zijn voordat ze kunnen verdedigen. Oh. Initiation. Meteen een mooie Savage op Antilly. Waarschijnlijk kunnen zij wel sniper voordat de fight overloop is. Oh, Witch Doctor, bijna neer. Mooie slam, maar helaas maar op twee heroes. Age is pop. En niet dat hij het erg vindt, heeft hij al zijn mana weer. Actieve blink van Sven. Maar die man heeft gewoon zijn armlet en zijn warcry en zijn steun, dus die kan lekker doorvechten. En nu kunnen ze zelfs doorfighten voor een tier 3. Moet maar Cookie wel echt oppassen hoor, dat hij hier niet gesniped wordt. Ja. Als hier een blinkstun van de slaver of Sven. Ja. Er is genoeg opening voor bonus skills. Waarschijnlijk is het een dode beer. Die kan niet gerecalled worden, want de icewall doet genoeg damage om dat te interrupten. Dat is gratis weer. Dat is ook de enige beer die de kinder had. Radiant's top tower has fallen. Ja, nee, maar iedereen nog maar 500 gold voor Radiance. Dus dat is ook wel jammer. Die farmt hij nu aanzienlijk langzamer. We zijn maar 20 minuten in de game, dus we zijn alweer gerespawned. En de Dyer stopt ook met vechten daardoor. Ja, Tilikum wordt hier gespot door die ward, dus ik ben bang tot als de Radiant, als de Dyer dit goed aanpakt, dat ze wellicht Tilikum nog een keer kunnen snipen. En ik ken Tilikum natuurlijk ook alweer, dus ik weet dat hij waarschijnlijk nou redelijk onedge is vanwege deze battle. En dat hij high risk, high reward probeert te doen door hier te farmen. Ja. En ik denk, hier komt de pick-off. Als hij nou niet weg tp't, nee, nu is hij dood. Ik denk het ook. Ik ben benieuwd voor die aanslag komen dat die Genker aankomt. Want ze liepen door een pad waar eigenlijk niet full vision is. En ook geen hak. Het was een gevoel dat iets te laat bij hem doorkwam. Ja, of zijn teammates zeiden van, moet je dat nou wel doen zonder vision op de Dire Heroes. Dus dit is jammer. Hij heeft wel buyback, maar ja, dat wil je natuurlijk echt niet uitgeven zo tegen bij je Radiants. Wellicht kunnen ze met deze line-up wel nog genoeg doen om... leuk play. Cute play. Cute play. Je hebt de Fissure, je hebt de Disruptor nog, maar ja, is het voldoende? Je kan echt niet dichtbij staan met die Sladar-Sven-combo qua stunts. Er moeten echt nog eventjes geland worden. Kijk, dat is één stunner puck. Initiation op mijn cookie. Die face-shift, blinkers van cooldown. En weer. Oh, hele mooie combo hier hoor, van de Radiant team, maar is het voldoende? Nou, er is nou Sven, en hij is geglimmerkeerd. En dat zie je wel de rest van de pakken. Oh, Puck. Puck moet dit is agressief. Hij heeft ook geen blink meer. Dit was net iets te vroeg dat Blink dit probeerde te doen. Ja, hij probeert nu echt desperat alle plays te maken die hij kan om zijn team nog in de game te houden. Want nu komt de snowball toch wel echt door van het Dire team. Kunnen ze nog bonus kills krijgen? Ik denk dat het backup your back. Oh, hele mooie tornado. Ja, ik denk dat dit de GG call is. En nog een Echo Slam? Ja, Sven op dood? Nee, helaas. De GG is gecalled en we zien dat Team Hondrash hier 1-0 pakt tegen de GP, de Ritter Banningen 5 Boys. Met toch wel een hele mooie early game van de Roaming Earth Spirit mag gezegd worden. En daarna ook in principe alle lanes redelijk goed onder controle gehad. En GP Banningen 5 Boys hebben absoluut niet slecht gespeeld, maar Team Hondrash hier met deze line-up eerder online en gewoon heel, heel sterk doorgesnowballed. Tenminste, zo zie ik het, Floris. Ik weet niet of dat klopt, met mijn 3K. Nou, ze hebben net een tikkeltje agressiever gespeeld en ze hebben door waar een timing lag en waar een power spike was en dat gewoon doorgezet. Zodra die Radiance nog niet online was, konden ze hun slag slaan en dat hebben ze gedaan. Goed gespeeld van Dyer. Overtuigende win. Ja, overtuigende winnen. Dat mag wel gezegd worden hoor. Eens even kijken. Dit was de 1-0 dus tussen Team Hondrash en GP Banningen 5 Boys. Hierna dus game 2. Blijf vooral kijken. En voor iedereen in de Twitch chat, tot zo!